Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Vandaag te gast Derk Nijssen van Excite. Derk, jullie zijn pioniers, zou ik willen zeggen, van on-demand music video op televisie. Ja. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, best lang eigenlijk. Nu 7 jaar. Ja. Dus vanaf het moment dat we zijn in 2008 in Nederland gestart. Dus het is alweer 7 jaar. Maar ja, dat heb je ook best wel nodig hoor. Even de tijd om een televisieplatform neer te zetten. Ja, het zijn toch. Je moet elk jaar gewoon doorbouwen. En je maakt natuurlijk veel fouten. Je moet pielen aan je businessmodel. De verkooptrajecten zijn gewoon lang. Dus als je nu kijkt van wat we na 7 jaar hebben neergezet, dan ben ik eigenlijk best tevreden. Jij begon al met een interessante. Jij zei alsof het heel vanzelfsprekend is. Excite, ja. Groot in on-demand muziekvideo's op tv. Ja. Volgens mij is het in Nederland nog steeds dat het of tv is of on-demand. Maar dat... ja. Hoe werkt dat? Wat doen jullie precies? Waarin onderscheid je van anderen? Ja, wat we hebben gebouwd is eigenlijk een app. Die wordt geplaatst op een positie waar je normaal gesproken een televisiezender ziet. Dat heet dan een lineaire televisiezender. Ja. Dus eigenlijk gewoon zoals we televisiezenders kennen. Van je zet het aan en dan speelt het gewoon uit wat iemand voor jou heeft bedacht. Ja. Ja. Nou, dat, wij plaatsen op die plek waar je normaal gesproken dat soort lineaire televisiezenders tegenkomt, plaatsen we eigenlijk een app. En dat ziet er eigenlijk in de eerste instantie gewoon uit als een televisiezender, zoals andere. Alleen uiteindelijk is het iets waarmee je kunt, zeg maar, communiceren via de afstandsbediening. En juist door die interactie met de kijker bouwen wij, zonder dat de kijker daar eigenlijk heel veel moeite voor hoeft te doen en dat ook doorheeft, bouwen wij een persoonlijke televisiezender. En dat is uniek. Maar dus dat kon is uniek, maar dat je eigenlijk met apps werkte, was ook uniek. Want dat was er toen ook nog niet of nauwelijks. Nee, nou, sowieso apps op televisie, dat is natuurlijk... Oké, je hebt het al een aantal jaren, maar eigenlijk is dat nog best wel mondjesmaat. Wat je daar echt aan goede apps, echt goede apps die gebruikt worden. Het waren ook altijd waardeloze platforms. Ik weet dat wij hebben ook nog wel geprobeerd, ja. In tijden bij de NOS zat. Ja, toen je bij de VPRO zat, de apps te ontwikkelen op dat platform van UIC. Ja, vrij dramatisch. Ja, dat was echt dramatisch. Hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen, dat het wel goed werd? Nou, het is, dat is wel nog steeds elke dag gewoon een uitdaging. Want je moet je voorstellen, de meeste partijen waar wij ons... Kijk, wij verkopen ons product eigenlijk aan, zeg maar, de Ziggo's van deze wereld. Ook in het buitenland. Dus dat zijn, zeg maar, de operators. Kabelaars zijn je klanten. Ja, die betalen... ja, kabelaars, maar ook DSL. Dus zeg maar de wat nieuwere kabelaars. En modellen die betalen jullie dan over het algemeen een vast bedrag per abonnee, hè? Ja. Zo weet ik. Ja. Ja, dus dat is een soort licentievergoeding die ze ons betalen. Maar kijk, die partijen, die hebben allemaal, de meeste daarvan, hebben gewoon een eigen platform gebouwd. Is het allemaal anders? Allemaal anders. Nou ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Dat kost veel tijd. Het heeft natuurlijk ook een voordeel. Op het moment dat je het eenmaal hebt gedaan, dan staat dat. En je hebt dan vaak best wel een soort stevige positie. Althans, dat hoop je dan bij de klant. En dan stel ik me altijd zo voor dat het voor iemand anders die hetzelfde idee heeft en net zover is als wij, best wel lastig is om die plek dan weer over te nemen. Ja, je hebt tijd nodig en geld om zover te komen, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk altijd de twee schaarste elementen bij ondernemers en ondernemingen. Ja, en jullie hebben er toen voor gekozen om dit helemaal op het gebied van muziek te gaan doen. Waarom ben je dat gaan doen? Waarom dacht je dat er ruimte was? En die tijd was vermoedelijk MTV nog een grote speler. Als het over muziektelevisie gaat. Ja, dat is wel eigenlijk grappig hoe dat ooit is ontstaan. Ik ben ooit, ik had hiervoor een ander bedrijf. Dat zat meer in SMS games. En wij deden dat op televisie. En eigenlijk televisiezenders. Ik dacht al, waar ken ik dat Jarosa weer van? Precies, weet ik het weer. Ja. En zeg maar, met name muziektelevisiezenders waren onze klant heel vaak. Dat is nou typisch natuurlijk de vorm van televisie waar je dat spelletjes overheen kan zetten. Dus ik had veel al, ik kende veel ervan. En eigenlijk ben ik een keer uitgenodigd, ja, dat is eigenlijk best wel lelijk. Maar ik ben een keer uitgenodigd door Viacom, zeg maar het moederbedrijf van MTV. Om mee te gaan naar Lissabon, naar de awards. En toen kreeg ik ook, een dagprogramma was al serieus. S'avonds was het awards, feesten, dagprogramma serieus. En daar werd dan aan een klein groepje verteld wat dan, er werden de plannen voor het jaar daarop uitgelegd, ontvouwd. En ik weet nog dat ik dacht van, nou, totally not impressed. Ik dacht van, nou ja,
En ik zat bij mij als een soort gevoel van, jezus, wat zit er weinig innovatie eigenlijk in muziektelevisie. Ja. En daar was eigenlijk het zaadje voor mij geplant. Toen dacht ik bij mezelf van, joh, als dit de plannen zijn, dat kan ik eigenlijk veel beter. Dat is natuurlijk een beetje misschien af en toe wat naïeve gedachte. Dat bleek achteraf ook echt best wel een soort van megalomane, niet kloppende gedachte zijn. Maar ja, toen was ik al begonnen. Ja, beschrijf die gedachte dan eens. Nou, die gedachte was, dit kan ik gewoon veel beter. Er is... Maar waar was dat op gebaseerd? Nou, dat was eigenlijk gebaseerd op het idee dat... Kijk, ik praat over 2006, 2007. Ja? Dat eigenlijk het televisiespel steeds meer een technologiespel zou gaan worden. En dan kijk je naar een bedrijf als Viacom en dan zie je gewoon, dat is gewoon een ouderwets. Ja. Met alle respect, ik bedoel, het is nog steeds een heel succesvol bedrijf. Maar het is eigenlijk wel echt een marketingbedrijf en een contentbedrijf. En ik denk dat wat je in deze tijd eigenlijk veel meer nodig hebt, is technology en rechten. En dat zijn natuurlijk eigenlijk twee gebieden waar ze eigenlijk helemaal niet zo heel erg thuis in zijn. Je ziet dan ook dat ze het gewoon best wel moeilijk hebben. Ja, het interessante van, jij dacht toen misschien bij MTV van ja, dat one size fits all, dat is passé. Dingen gaan meer gepersonaliseerd worden. Mensen willen zelf bepalen wat ze zien. En dan ga je vervolgens dat op een lineair kanaal proberen te doen. Waarom ben je niet gewoon gelijk naar mobiel gegaan of naar een app of naar... Ja, we hebben een beetje de moeilijke weg bewandeld. Ja, dat heb ik ook vaak te horen gekregen. En dat heeft me soms wel eens aan het denken gezet van ja, misschien hebben mensen wel gelijk. Hence de 7 jaar. Maar uiteindelijk zie je nu eigenlijk dat het heel frappant is. Want heel in de afgelopen, zullen we maar even zeggen, 8 jaar is even in ons vakgebied, en ik denk ook op vele andere contentgebieden, is heel veel geld en aandacht en ondernemerschap eigenlijk richting, zullen we even zeggen, het internet gegaan. He, dus eigenlijk al die initiatieven, als je iets met muziekvideo's doet, waarom zou je dat niet gewoon achter een URL doen? Weet je, online, het is makkelijk, je bouwt een website, je regelt de rechten. Nou, dat laatste is natuurlijk nog helemaal niet zo makkelijk, maar goed. Dat hebben wij uiteindelijk niet gedaan. Heel veel van die initiatieven, de meeste die ik ken, zijn gesneuveld. Ja. En dat komt onder andere omdat het gewoon best wel lastig is om daar gewoon je geld te verdienen. Heel veel klutter, heel veel. Je moet natuurlijk ongelooflijk veel moeite doen om daar gewoon de aandacht te krijgen. Dus dat is het voordeel. Dat businessmodel van die kabelaar is altijd eenduidig geweest. Precies. Je krijgt een licentievergoeding voor content. Punt. Precies. Ja. Om daar te komen, dat is echt lastig. Om je een weg binnen te vechten in de wereld van de kabelaars. Maar ben je er eenmaal, dan is het. Maar dan ben je er eenmaal, het is niet het paradijs. Ja. Maar dan zit je in een omgeving waar gewoon geld. Zeker in die tijd. Dat was gewoon echt een duidelijke premium omgeving. En natuurlijk ook een omgeving waar je slechts een van de 100, 200 kanalen bent. En dat is natuurlijk nog steeds veel beter dan de... Oneindig. De, weet ik veel, 7 miljard websites. Maar als je nu even naar voren kijkt, is dat blijvend voor jou? Of zijn jullie op meerdere terreinen aan het focussen? Kijk, wat wij eigenlijk... We zijn natuurlijk ooit begonnen als een televisiezender. Maar eigenlijk intern is bij ons al verboden om te zeggen dat we een televisiezender zijn. Mm-hmm. Omdat het eigenlijk niet meer de lading dekt. En ook bovendien de associatie is altijd heel erg... Wat moeten ze nu zeggen dan? Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat daar hebben we eigenlijk nog niet heel goede naam voor. Het beste wat we hebben kunnen bedenken is dat we een muziekvideoplatform zijn. Maar ja, platform, weet je, dat hoor je ook al zoveel. Wat ook op televisie. Dus goede ideeën zijn absoluut welkom. Ja. Hij is duur hoor, dat is een van de ideeën, denk ik. Ja, en dat muziekvideoplatform, dat is eigenlijk een vrij simpele ambitie die we daar hebben. Dat moet... behoren tot de top 3, dat is even ons doel. Hè? Dat moet gaan behoren tot de top 3 van muziek video platforms in de wereld. Beschikbaar eigenlijk op alle logische schermen. Maar dan heb je dus wel meteen een ingewikkeld probleem. Want als je huidige businessmodel is dat de Ziggo's van deze wereld je betalen voor doorgifte, willen zij niet dat je ook via internet, in ieder geval niet in een gratis omgeving te zien bent. Nee. Dus daar zit wel een groot spanningsveld voor jullie. Absoluut. Kijk, onze strategie is eigenlijk ook om juist onze klanten, dus de operators, de kabelmaatschappijen, maar inmiddels natuurlijk ook een hele belangrijke nieuwe categorie, dat zijn eigenlijk de mobiele operators, die natuurlijk ook een hele duidelijke stap bijna allemaal aan het maken zijn richting content. Dat zijn onze klanten. Dat blijft ook zo. En dat blijft ook zo, want dat zijn allemaal partijen die gewoon, naar mijn idee, alleen maar meer behoefte krijgen aan content, maar vooral ook aan content die... eigenlijk juist op de jonge doelgroep
een duidelijke aantrekkingskracht heeft. Want daar zit natuurlijk de pijn bij de meeste van dat soort partijen. Is dat, je kent natuurlijk de term cord cutters en cord nevers. Het zijn mensen die dus, vroeger had je gewoon, hadden zij gewoon een soort demografisch klantenbestand. En er werden mensen overleden, dus die vielen eraf. En er kwamen nieuwe mensen aan de voorkant weer in. Dat laatste gebeurt veel minder. Dus je ziet ook dat daar heel veel van het geld wat ze eigenlijk verdienen, bovenmatige hoeveelheid daarvan, besteedt bijvoorbeeld een partij als Ziggo aan het vasthouden en het aantrekkelijk krijgen of van een aanbod voor die klantengroep. Maar jullie nieuwe klanten zijn dus, zeg maar, naast waar je begon met, zeg maar, de kabelaars, dat soort partijen, zijn nu de T-Mobile's van deze wereld, jullie potentiële klanten. Ja, absoluut. Ja. Dus je hebt eigenlijk verschillende klantengroepen, maar je hebt de kabelaars, maar je hebt natuurlijk inmiddels al kijk, KPN is eigenlijk geen kabelaar, dus wat meer de IPTV, de DSL-partijen, dus die over een ander soort infrastructuur en tv-aanbod hebben. Nou, de klant weet het natuurlijk helemaal niet, maar dat is even for the record. En dan inderdaad gewoon de mobiele partijen, waarvan toch echt ook in de Verenigde Staten ongelooflijk veel, al die mobiele partijen, die zijn bijna allemaal een stap aan het maken naar televisie, omdat ze gewoon ook wel zien dat op het moment dat zij blijven hangen, eigenlijk de infrastructuur, dan krijg je het steeds lastiger. Dat is in ieder geval de hypothese. Ja. Hey, wij doen altijd vorig jaar. Oh. We doen altijd de groeten in deze uitzending. Ja, doe jij even de groeten. Wie wil je de groeten? Arjan Douwens, die zegt, doe Dirk de groeten. Arjan. En vraag is welke plannen hij heeft rondom interactieve diensten, rondom Excite. Want ik weet dat Arjan hiervoor bij een bedrijf werkte, wat betrokken was bij jullie diensten. Absoluut, ja. Dus een van onze eerste developers eigenlijk geweest. Ja. Slik genomen. Ja, dus die rol, daarom zeg ik ook, we doen ook graag de groeten in deze uitzending. Ik wil even terug naar, jullie zijn een tijd lang, je bestaat een jaar of 7. In Nederland begonnen, helemaal op Nederland gefocust. Ongeveer een jaar geleden hebben jullie het roer nogal drastisch omgegooid. Ik las, volgens mij hebben jullie de helft van het personeel eruit gegooid. Nee. Stoppen met gepresenteerde programma's. Dat is zeker waar, ja. En toen was het opeens, we gaan alles anders doen en we gaan nu focussen op het buitenland. Althans, zo stond het in de krant. Ja, nou, dat was niet helemaal juist. Kijk, we waren toen. Nuanceer het dan, hè? Wat is er toen gebeurd? Nou, kijk, eigenlijk is er niet heel veel meer gebeurd dan dat we hebben besloten om eigenlijk te stoppen met een eigen contentproductieteam. En we hebben ook besloten om te stoppen met een dagelijks live programma, waar natuurlijk een groot deel van het team elke dag mee bezig was. We hadden een live programma, 1,5 uur. Nou, dat is gewoon, en dat was helemaal niet groot uitpakken, gewoon studio, echt leuk, gasten. Maar dat is gewoon, er was gewoon een team van 12, 15 man de hele dag bezig. Ja. En dat past ook helemaal niet in jouw ideaal van gepersonaliseerde televisie. Nee, precies. Dat is per definitie one size fits all. Ja, wij dachten eigenlijk, de hypothese was van dat hebben we nodig om eigenlijk aan ons merk te werken en om iets meer een gezicht te hebben. En dat hebben we misschien ook nodig om meer omzet te boeken. Nou, dat laatste was gewoon eigenlijk niet het geval, heel eerlijk. Dus dat was meer een soort marketinggeld dat wij besteden. En uiteindelijk hadden we het gevoel van, wacht even, wat is nou eigenlijk de, als mensen aan Excite denken, wat is dan een soort van de key promise? Hè? Dus wat moeten mensen gewoon vinden op je zender? Ja, dat zijn eigenlijk gewoon muziekvideo's. Dus, en dat moet je goed doen. En dat waren we natuurlijk al lang mee bezig. Maar we hebben dus gewoon niet het roer omgegooid en besloten, we gaan naar het buitenland. Want we zaten al in het buitenland. Maar we hebben gewoon gedacht van, hey, we gaan eigenlijk gewoon iets meer focus hebben op het hardcore technology product met de video's, met de rechten. Maar het risico daarvan lijkt mij ik snap, jullie hebben een goede relatie met allerlei kabelaars, et cetera. Dus daar kan je niet zomaar in komen. Jullie hebben een technologieplatform wat ik niet zomaar kan nabouwen. Nee. Maar een verzameling videoclips bij elkaar krijgen met voldoende geld, dat kan iedereen. Dus het risico. Dat zou je nog verbazen. Hoe lastig dat is. Waarom kan niet iedereen dat? Nou ja, kijk, het is natuurlijk sowieso, zijn het verschillende leveranciers. Dus je moet naar de grote en naar de kleine platenmaatschappij. Kijk, wij willen als je een goede dienst wil hebben, dan moet je eigenlijk een volledige, of een soort van volledige database van muziekvideo's hebben. Nou, dat is gewoon handwerk. Dus dat is veel verschillende partijen een contract mee sluiten. Zorgen dat ze jou dat leveren. En in de begintijd echt letterlijk. En dan hebben we het dus over slechts 7 jaar geleden, toen de hele wereld al gedigitaliseerd was. Ik hoop niet dat ik mensen nu tegen de schenen schop, maar die hele plaatindustrie was dat niet. We moesten gewoon letterlijk de banden op gaan halen bij MTV.
Ja. Dus dat is nog niet eens zo makkelijk. En dan moet je dat ook nog eens een keer, dan is dat sterk lokaal georiënteerd. Dus op het moment dat je het in Duitsland doet, België, Amerika, bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal weer eigenlijk opnieuw trajecten. Dus het vergaren van die bak met video's, dat is eigenlijk best wel moeilijk. Ja, en ik herinner me een gesprek wat ik een keertje had met iemand van Spotify. En dan heb je de banden is dan nog één ding. Ja. Maar dan nog de rechten regelen dat je er ook iets mee mag. Is dat nog een ander ding? Ja. Want hij zei destijds tegen mij, weet je, als je zeg maar, concurrent wil worden van een Spotify, nou, of Deezer, zeg maar, als het over muziekgebied is, je hebt in ieder geval zeker 2 jaar nodig om de rechten te regelen van zo'n groot aanbod aan muziek. Oftewel, als je dat wil concurreren met dit soort dingen, dan heb je ook veel geld nodig. Want dat is 2 jaar is deskundige mensen erop zetten, is hard werken. Ja, ja, en jullie hebben dat wel beetje bij beetje kunnen doen. Jullie zijn niet in één keer zeg maar, groot ingestapt. Precies. En het is ook nog eens een keer zo dat de wijze waarop wij dat doen, dus kijk, als je gewoon kijkt van wat voor rechten hebben we eigenlijk allemaal gesourced, heel complex. Want we hebben natuurlijk allemaal verschillende features in dat product. En het is echt niet zo dat wij de rechten regelen van, oké, we hebben het product, mogen we even alle rechten voor al deze features, zo werkt het niet. Dus het is inmiddels per leverancier, hele staal papier. Dus er is ook niet een blauwdruk. Dus op het moment dat jij nu zou besluiten van, ik ga het zelf doen, dan vraagt de label aan jou van, nou, wat had u gewild? Wat wil je hebben? Ja. En ze gaan ook niet zeggen van, nou, dit hebben we en dat kost het. Nee. Dus ik denk, die 2 jaar is, denk ik, nou, 2 jaar is, moet wel te doen zijn, maar dan moet je niet al te veel omwegen maken. Nee, dat is dus minimaal 2 jaar, zou je kunnen zeggen. Dus jullie hebben eigenlijk zo'n grote voorsprong opgebouwd, dat toekomstige concurrenten van goede wijze moeten Je ziet ook in de wereld eigenlijk bijzonder weinig muziekvideopartijen. Dat is gewoon bijna bizar. Ja, kijk, waar ik altijd aan moest denken, waarom ik het snapte wat jullie aan het doen waren, je ziet gewoon dat de jeugd gebruikt YouTube daarvoor. Ja. Dus op feestjes wordt er YouTube gedraaid, gedj'd aan de tv en dan ga je van de ene muziekvideo naar de andere. Jullie, weet je, daarop geïnspireerd, breng je dat naar een hoger niveau, je brengt het naar het grote scherm en je maakt het makkelijker. Dat is nu in de Verenigde Staten, wat ik dan toch altijd als een, hè, daar zijn wij nu al een tijdje eigenlijk ons klaar aan het maken om te lanceren. Daar spreekt de markt eigenlijk van 2 partijen die op dit moment eigenlijk met een goed muziekvideo aanbod hebben. En dat is Vivo, dus eigenlijk zeg maar op YouTube het muziekvideokanaal voor Sony en Universal en weliswaar. Ja. En Excite, waarbij eigenlijk de eerste zich vooral richt op, zoals we het allemaal kennen, via YouTube, via een browser, eigenlijk een gratis door advertenties gefinancierd model hebben. Met een wat beperkt product qua interactiviteit en ook een beperkte database, want het is alleen Sony en Universal dat erin zit. En ten opzichte van Excite, en wij richten ons veel meer op die operators die eigenlijk een tv-aanbod hebben op televisie en uiteraard een tv-aanbod op de mobiel. En die, daarvoor hebben wij eigenlijk een aanbod. Ja. Hey, nu zaten wij trouwens toevallig, want we zaten echt niet Excite voor te bespreken, maar we hebben heel lang zitten praten tijdens het eten over recommendation engines, wat, als ik jou goed begrijp, eigenlijk de basis van jullie product is. Ja. Namelijk dat je uiteindelijk door meer van de klant te weten en te zien en bij te houden wat iemand wel of niet leuk vindt, tot een persoonlijke playlist te komen. Ja. Nou, wij waren eigenlijk, we hebben over Spotify zitten praten, over allemaal andere dingen, en wij zijn eigenlijk nog steeds best wel ontevreden, denk ik, over de kwaliteit van de recommendations. Omdat het nog steeds zo is, voor ons gevoel, dat je bijvoorbeeld op Spotify uiteindelijk in een bakje ergens wordt geplaatst, naar aanleiding van wat je doet. En dan zit je in dat bakje en daar hoort die muziek bij. Ja. Terwijl dat is, dat, zo werkt het uiteindelijk dan voor mijn gevoel niet. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jullie die recommendations doen. En waarom het van jullie beter zou zijn dan bijvoorbeeld van Spotify. Nou, ik denk, het begint sowieso, en dat is een beetje een paradepaardje, maar wij doen niet aan recommendation, maar wij doen aan personalization. Het verschil is eigenlijk dat recommendation is iets wat je, dat is eigenlijk gerelateerd aan, oké, jij vindt dit leuk, een beetje de oude Amazon, je vindt dit leuk, misschien vind je dit ook leuk. En wij bij ons is het iets meer gericht op actie, dus wij bouwen iets voor jou, daar hoef je weinig aan te doen. En wij denken te begrijpen aan de hand van jouw gedrag, hoe die zender eruit ziet. Het is goed, misschien een lancering, even, maar ik maak ik een begrijp, radiostation op Spotify. Ja, precies. Ja. En dan doet hij precies wat jij doet. Hij maakt namelijk een playlist en die gaat eindeloos door. En de helft van de muziek vind ik kut. Nou ja, goed, kijk, er is heel veel gebeurd op het gebied van
personaliseren eigenlijk of recommenderen de afgelopen jaren. En ook de grote partijen zoals Spotify hebben echt wel een ontwikkeling doorgemaakt. En je ziet ook dat het overigens wel steeds beter wordt. Wij werkten overigens ooit, tot een paar aantal jaren geleden, werkten eigenlijk met de leverancier van het algoritme. Echonest? En met Echonest. En daar waren we niet tevreden over. Dus in dat opzicht begrijp ik wel wat je... Ja. In ons geval was het nog een stukje moeilijker. Maar wat hebben jullie er dan aan veranderd? Hoe hebben jullie het beter gemaakt? We zijn het gewoon zelf gaan... we zijn het zelf gaan ontwikkelen. Want wij hebben het ontwikkeld ook voor video. Wat natuurlijk heel iets anders is dan voor audio. Hè, want video zie je ook iets. Dus als jij iets niet leuk vindt, ja, dan zit daar een dimensie in van wat je hoort. En natuurlijk een dimensie in van wat je ziet. Ja. Dus dat is een belangrijke nuancering. En waar wij hebben gedacht, en wij geloven daar ook nog steeds eigenlijk heel sterk in, is dat je, als je echt een goed persoonlijk product wil bouwen, dan moet je twee dingen doen. Je moet en technologie hebben, dus een algoritme bouwen. En je moet curatie doen. Dus we hebben ook gewoon echt handwerk. We hebben gewoon een team zitten in Nederland en Amerika. En in Nederland doen we ook voor België en Duitsland. Dat eigenlijk in combinatie met de technologie zorgt voor jouw persoonlijke ervaring. Dat is dan niet zo dat iemand handmatig met jouw specifieke kanaal bezig is. Maar waar we bijvoorbeeld wel mee bezig zijn is van dat ken je misschien ook wel van de radiowereld. Kijk, op het moment dat je gewoon een soort channel flow hebt. Hè, wat is een channel flow? Ja, je begint, je ziet iets. En dan heb je reclameblokken. En we weten dat als je iets moeilijks wil laten zien, of iets wat onbekend is, iets nieuws, wat zeker de ervaring eigenlijk heel rijk maakt, dan moet je dat verpakken tussen twee dingen die heel bekend zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat heel veel algoritmen, ja, die houden daar geen rekening mee. En het is voor ons handwerk om bij een channel te bepalen ook van, maar wacht even, hij heeft nu iets moeilijks gezien, dan komt daar geautomatiseerd iets anders, iets makkelijks weer na. Nou, dat is één van de taken die ons curatieteam doet. Een ander is dat wij bijvoorbeeld de hele database constant eigenlijk opnieuw weer langslopen en daar nieuwe metadata aan toevoegen. Dat is gewoon echt letterlijk handwerk. Ja. Dus er wordt gemetadateerd niet alleen wat je hoort, tempo, et cetera, maar ook komen er mooie vrouwen in voor. Heel belangrijk overigens. Maar dan nog even in essentie, want dat vond ik zo interessant waar wij het voor de uitzending over hadden. Ja. Is het gebaseerd op het feit dat je zegt van, nou ja, je kijkt waar ik naar luister of naar kijk. En heb je dan 200 categorieën, ik zeg maar wat. En uiteindelijk kom je in categorie 173 en dan hoort die muziek bij. Nee, maar dat is eigenlijk het gevoel wat jij had bij Spotify. Dat is bij ons niet zo. Is het een daadwerkelijk gepersonaliseerde beleving en is die ook zelflerend? Hij is constant lerend. Het is nooit, hij blijft. Het is nooit zo dat je via wat wiskundige formules, dat je inderdaad in een bakje terechtkomt en daar niet meer uitkomt, tenzij je weer alles wist en weer opnieuw begint. Ja. Dat is niet zo. Het is constant lerend. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld uit jouw zender gaat waar je in ons product kunt skippen en liken, kun je ook gewoon zeggen van, nou, ik heb vandaag de Thank God It's Friday channel wil ik opzetten. Dan zet je dat op. Maar jouw Thank God It's Friday channel is dan toch weer anders dan jouw channel, want wij weten dat jij toch wel van iets anders houdt dan jij. Dus alles wat wij doen, alles wat jij ziet op ons kanaal, is een gepersonaliseerd aanbod. Hey, als je zegt video is anders dan audio, eens. Maar hoe weet jij als ik een video skip, of ik hem skip om de video of om de audio? Waar haal je die informatie vandaan? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, als jij zegt dat het anders is, dan moet er ergens een verschil zijn. Ik dacht, gaat hij nou een lulverhaal over? Nee, natuurlijk weet ik. Ja. Nee, maar wat is dan het gelukkig hebben wij, we hebben dus echt hele slimme mensen in dienst die daar aan werken. En dus ook een dusdanig algoritme bouwen, wat dus denkt te kunnen begrijpen dat als jij dit hebt geskipt, dat het misschien mogelijk ook te maken heeft met wat je ziet. Ja. Hey, laten we niet vergeten, nog even over, in ieder geval over jullie, je zei een nieuw product wat je, een nieuw dienst gaat lanceren. We hebben daar ook een filmpje van. Vertel eventjes wat het is, wanneer mensen daarmee te maken krijgen en waarom het bijzonder is. Nou, ik begin met het laatste. Ja? Het is heel bijzonder, eigenlijk dat hebben we al besproken, maar wat mij betreft is het vooral heel bijzonder, omdat het eigenlijk op een hele simpele manier aan alle kijkers een persoonlijke muziekvideo ervaring biedt, die ook echt past bij het scherm waarop je het bekijkt. Als ik dan even inzoom op televisie, dan is dat zeker binnen onze kant de contentcategorie, is dat iets waar ook heel veel soort van lean back wordt geconsumeerd. Het is niet iemand constant mee bezig wil er zijn. Mensen willen het kunnen aanzetten, maar willen dat wel iets persoonlijks hebben. Dus dat maakt naar mijn idee uniek. Het ziet er eigenlijk uit. Het is eigenlijk een app.
Het is gewoon een app. Maar wij plaatsen hem op de positie van een zender. Dus mensen zappen op een gegeven moment naar kanaal 25 en komen daar bij Excite uit. Maar dat is eigenlijk een app al. En op die zender of app, uiteindelijk gaan wij langzaamaan, die kijker, gaan we vertellen van, luister eens, weet je dat je kunt skippen als je de video niet leuk vindt. En zo langzaamaan proberen we eigenlijk die kijker wat meer te engagen. Misschien moeten we gewoon even naar die video kijken. Ja, ja? Goed. Ja. Start de video. We are Excite. For over 7 years, we have provided music videos to more than 15 million homes and devices through our several Excite networks and full catalog of on-demand services, because we love music videos. Some time ago, Excite revolutionized the way people consume music videos, because if you have access to all music videos, where do you start and what do you play? The goal was simple, dramatically increase viewing time by improving the user experience with minimal input from the user. In other words, build a personalized music video channel without users having to select the music videos themselves. We started studying consumer behavior on all the different screens, TV, tablet, mobile, and PC. Rebuilt Excite's heavily curated music videos catalog, combined that with our territory-specific music programming intelligence, and built an algorithm that produces dynamic playlists based on very basic user input. Skipping and liking music videos. And this is what we came up with. From the moment you start Excite, you are prompted to like or skip what you see. Every time you do this, Excite learns about what you like and what you don't like. Excite combines the constant flow of user data with its music programming technology and compiles a continuously learning, personalized channel. So now you are watching Excite with only music videos you love in your perfect order. For even deeper personalization, we built the Hear, See, Feel system, where you tell us which genres you want to hear, what type of videos you want to see, and how you feel. Then simply push play, and your personalized dynamic channel starts. We are proud to say that we reinvented the way we view music videos on any device, wherever we are. Excite. We love music videos. Tot zover de video. Waar ik trouwens aan moet denken als ik dit zie. Ik zat net even op te zoeken. We hadden in 2012 hadden wij Niels Hoogland hier in de show. Mm-hmm. En die was toen net begonnen met My Radio. Ja. Die kwam toen van 538, was naar Sky gegaan, was met My Radio begonnen. En dat was een radiostation. Ja. Helemaal op hetzelfde principe. Dus dat was online. En het enige wat je kon doen als gebruiker was zeggen, nee, skip, like, dislike. Ja. En dat voerde het algoritme waarmee My Radio... Het lijkt daar heel erg op. We hebben ook wel in die tijd met elkaar wel eens gesproken. En tot de conclusie gekomen dat het gewoon best wel frappant was dat we ongeveer een soort van hetzelfde ideeën waren uitgekomen. Het is natuurlijk voor radio wel heel anders. Hè. Natuurlijk. En het is... Ik weet niet wat er nu, of het nog bestaat, maar het is volgens mij geen David succes geworden. Nee, en hij werkt nu voor bij Phoenix volgens mij. Ja, precies. Ja, ja. Nee, ik vond het een heel moedig. Ik denk ook dat dat soort innovatie ook gewoon nodig is in de radiobusiness. Ja, maar als je het over de televisiebusiness hebt, voor mij heb jij dezelfde ervaring. Ik in de tijd bij de VPRO hebben wij heel veel gedaan bij UPC met 3 voor 12 hadden we helemaal een mooie startpagina met quizzen LRM. Maar elke keer zei ik tegen die mensen, waarom omarmen jullie alsjeblieft niet gewoon internettechnologie? Weet je? Dan moeten we die techniek van jullie en dan moest je weer een ding doen en dan moest je 3 weken testen. Ik zeg, ja, maar daar hoef ik toch niet voor te betalen. Jullie platform is gewoon, als het 3 weken getest moet worden, is dat platform gewoon te ingewikkeld, te moeilijk, et cetera. Jij bent er helemaal doorheen gekomen. Welke dingen mis jij in die platforms die je eigenlijk zou willen? Want nu gebruik je gewoon prima wat ermee kan, zeg maar. Je hebt de beperking, heb je je kracht van gemaakt. Ja. Maar wat zou je nog meer mee willen? Nou, veel meer. Kijk, het blijft beperkt, eerlijk gezegd. En dat niet beperkt in de snelheid. Hè? Dus wij moeten ook ongelooflijk veel ons best doen om eigenlijk op al die verschillende boxen
het zo te fine-tunen dat de vertraging... Ja, die responstijd. Dat het snel werkt. Dat was dramatisch, maar 5 jaar geleden. Ik weet niet hoe het nu is. Dat is sterk verbeterd. Ja. Maar het zijn natuurlijk, set-up-boxen zijn natuurlijk eigenlijk maar vrij gewoon beperkte computers. Dus, ja. En de vraag is natuurlijk van, waarom niet gewoon, wat jij zegt, gewoon een soort internetachtige... het probleem is natuurlijk dat als dat zou kunnen, dan hadden al die partijen het al gedaan... En het probleem is dat de netwerken die erachter zitten eigenlijk gewoon niet geheel geschikt zijn om op zo'n grote schaal om eigenlijk en tegen, laat ik zo zeggen, op een efficiënte manier content te distribueren. Dus ze proberen eigenlijk die set-topbox, dat is een soort laat ik zo zeggen, een snelle pijp op een brommer. Ja. Om uiteindelijk een kabelnetwerk, bijvoorbeeld 2-wegcommunicatie, te laten toestaan. Maar goed, jij hebt natuurlijk ook naar de smart TV's gekeken, naar de Samsung-platformen, naar Philips Net TV, naar Apple TV, naar Chromecast, naar al die boxen. Je bent toch bij dit originele uitgangspunt gebleven. Ja. Is dat eigenlijk alleen maar voor het geld, omdat die kabelaars zo'n goed businessmodel hebben? Of is er ook een andere reden? Nou, kijk, het is misschien wat korte bocht om te zeggen van voor het geld. Natuurlijk altijd prettig als er genoeg geld mee wordt verdiend. Zeker ook belangrijk geweest. Alleen, kijk, uiteindelijk is het ons juist gegaan om van we zoeken veel bereik. En dit soort partijen kunnen ons veel bereik bieden. Dat we dan moeten accepteren dat het misschien niet altijd is zoals wij... Precies, je fietst zelf mee op hun marketing. Precies. Dat is wat het is. En de implementatie die wij nu doen... Nou, daarvan zeg ik van dat is gewoon een goed product. Het is snel genoeg, het is uitgebreid genoeg. Maar er is best wel veel werk nog voor nodig om dat zover te krijgen. Dat zou allemaal lekker veel makkelijker zijn op het moment dat het gewoon... Ja, en dan nu zo'n Apple TV, gelanceerd vorige week. Een nieuwe variant, komt een App Store. Denk jij dan gelijk, dat gaan we doen, we gaan een app maken? Nou, kijk... Wat we niet gaan doen is een app maken die we voor €5 wij spreken in de markt gaan zetten. Dan worden je kabelklanten ook niet blij van. Dat is een aspect uiteraard. Je moet wel kiezen. Ja. En daarnaast geloof ik ook eigenlijk meer in aggregators. Die uiteindelijk zoals, even in Nederland, Ziggo of KPN. Die gaan zeggen, luister eens, wij kopen in, we hebben inkoopkracht. Wij bundelen dat allemaal en wij leveren dat aan u voor €20. En mijn idee, laat ik zo zeggen, de indruk die ik ook zeker heb gekregen als je gewoon Apple TV een beetje hebt gevolgd, is dat ze ook met zo'n soort aggregator platform gaan komen. Gewoon een content aanbod wat voor $10 of $20 wordt aangeboden. Als dat er is, dan vind ik het eigenlijk logisch dat wij daartussen zitten. Dat je eerder daarin komt te zitten. Ja. Ja. Hey, als je jullie richt je op een relatief jong publiek, want dat is wat je doet als je met muziekvideo's bezig bent. Hoe zie jij die toekomst van dat jonge publiek op en met die televisie? Ja, kijk, het is wat ik al eerder zei, is dat wij richten ons natuurlijk niet primair op televisie, omdat we ook wel begrijpen dat televisie niet meer, zeker niet voor de jonge mensen. Gewoon eigenlijk het primaire scherm is. Vaak is de mobiel is eigenlijk het primaire scherm. Dat zie je ook YouTube. Het leeuwendeel van YouTube-verkeer komt inmiddels van de mobiel. Dat is ongelooflijk hoe hard dat eigenlijk is gegaan. Dus ik denk dat wij alleen maar meer een verschuiving zullen zien naar mobiel. En ons product is daar nu ook eigenlijk gewoon geschikt voor. En die partijen, die televisiepartijen, die manifesteren zich natuurlijk ook op al die andere schermen. Ja, de Ziggo, dezelfde dienst zeg maar op de andere schermen. Ja absoluut. Schermen. Ja. Ja, dat je zegt het is heel hard gegaan. Ook harder dan jullie gedacht hadden. Want ik heb het juist altijd toen jullie begonnen heel opmerkelijk gevonden. Dat ik denk, gaan ze nou op tv? Weet je? Ja, dat bleef toch een soort, had jij dat niet ook? Dat je denkt van... Het voelt alsof er meer mogelijkheden ook terwijl met wat jullie wilden zaten. Ik snap het wel, want je ziet met juist de partijen die de afgelopen jaren natuurlijk hebben geprobeerd met goede content binnen het aanbod van die kabelaars te komen. Dat zijn de enige partijen die het overleefd hebben met hun businessmodellen. Dat heb je wel heel goed gezien. Ja. Maar waar komt nu dat omslagpunt? Dat je denkt van ja, weet je wel, want je gaat de kabelaars op een gegeven moment tegen de haren instrijken als je natuurlijk meegaat op alle nieuwe dingen. Kijk, je hoeft nu niet meer te kiezen tussen van ga ik naar televisie of ga ik naar de mobiel of ga ik naar achter via een browser en diensten. Kijk, dat zijn natuurlijk werelden die echt nu aan het versmelten zijn.
Wij kiezen ervoor, zeg van, de keuze zou dan voor ons meer zijn van, kiezen we voor een model waarbij wij zelf eigenlijk naar de eindconsument gaan. Kiest nu voor die bundels. Precies, wij kiezen ervoor om... Terwijl de trend is ontbundelen, unbundling. Dat is natuurlijk, dat moet genuanceerd worden. Kijk, want Netflix wordt altijd aangehaald als een soort unbundled, de unbundler. Maar Netflix is zelf natuurlijk ook een bundler. Ik bedoel, uiteindelijk zullen klanten altijd behoefte hebben aan een partij die content verzamelt en dat op een overzichtelijke manier, ook op een technisch juiste manier, aanbiedt aan een klant. En dus unbundling is, dus even binnen het tv-domein, daar wordt ook veel gesproken over unbundling, à la carte, weet je, dus van waarom heb ik 100 zenders nodig, kan ik niet gewoon kiezen? Ik zie wel een trend, maar ik zie daar nog niet een hele harde trend. Ik denk uiteindelijk dat er weinig voordeel te behalen valt, ook financieel. Dus uiteindelijk ook voor de eindconsument, om mensen à la carte kiezen. Dat zie je ook bijvoorbeeld Netflix. Dat is een... Ik bedoel, kost het 7, 8 euro per maand? Ja, 10 inmiddels. Ja. Dat is best veel geld eigenlijk, als je het vergelijkt met wat een televisieabonnement kost. Dus ik vraag mij af, als je gewoon aanvinkt, ik wil Excite hebben, ik wil NPO hebben, et cetera. En die partijen moeten dan met een nieuw aanbod komen naar die aggregator toe. Van oké, wat als iemand ons aanvinkt? Dan gaan die prijzen natuurlijk omhoog. Dus, ik verwacht daar nog niet heel veel van. Ik zie het meer als een algemene trend, is dat er aggregators zullen blijven. Maar het worden wel andersoortige aggregators. Dus de traditionele Comcast in Amerika, die zal zich moeten veranderen. En die zal ook. En Netflix die gaat waarschijnlijk wat meer de kant van Comcast op, van Ziggo bijvoorbeeld. Hè? Dus die zullen waarschijnlijk ook op den duur ook meer gaan doen dan alleen weer films. Ja. Oké, ontzettend bedankt. Ja. Laatste vraag: waar sta je over 3 jaar met Excite? Over 3 jaar denk ik dat zijn we zeker in Amerika groot. Ja, dan ga je binnenkort lanceren. Je zit in Duitsland, je zit in België. Ja, ja. What is next? Ja, dus Amerika, dat is next. Dus we verwachten snel met groot nieuws te kunnen komen. Nou, kom dan. Daar is dit het platform voor. We zitten hier niet voor niks. Dit is genoteerd. Wij verwachten ook binnenkort met groot nieuws te komen. Daar ga ik even over nadenken. Nee, maar Amerika is prioriteit nummer 1. Ja, kijk je dan nu al verder? Natuurlijk. Rusland of... Rusland dan niet, maar we kijken naar bijvoorbeeld een aantal grote markten in Zuid-Amerika. Dat is echt een hele interessante markt. Brazilië is groot. En Europa, daar zijn we nog maar net begonnen natuurlijk. Je hebt zoveel grote partijen waar we nog niet eigenlijk op zitten. Dus, Het mooie van je product is natuurlijk dat het taal doet er niet zoveel toe. Nee. Nou, curatie dan weer wel. Hè. Dus, cultuur weer wel waarschijnlijk. Ja, precies. Dus we hebben lokale curatieteams. Maar het is wel heel makkelijk internationaal uit te rollen product. Absoluut. Ja. 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 Oké, ontzettend bedankt. Dus dan horen we tegen die tijd. We verwachten snel nieuws van je. Daar begint het, mee. Hoe snel is snel? Morgen? Voor het eind van het jaar. Voor het eind van het jaar. Oké, dan noteren we die eventjes. Ja. Hey, ontzettend bedankt en dan spreken we over een tijd graag weer met je. Jullie bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, we gaan zo direct verder praten over Shapeways. Als je on demand kijkt, dan kun je die uitzending natuurlijk ook terugvinden. En zoals altijd bedanken we Streamzilla uit Groningen. Het bedrijf van Stef van der Ziel, die al 4 jaar voor zorgt dat je live naar deze uitzending kan kijken. Dus wil je ook iets met livestreaming, Streamzilla is de partij. En tot slot, we hebben FMT-members, je kan lid worden en je kan media over innovatie mogelijk maken. Bas, de man die je nu de techniek doet, laat eventjes zien wat het URL is. fastm.nl/wordmember. Daar vind je ook wat je allemaal voor terugkrijgt. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan hebben we inmiddels meer dan 400 uitzendingen. Dus je verveelt je nooit. Dankjewel. Dag.